Voor dit weekjournaal gaan we dwars door de kleedkamer. Het is hier redelijk rustig. Iedereen is zwaar geconcentreerd, zie ik. Heiko, Epe, alles goed? Mooi. Kijk eens, alle namen. Heiko, je hebt ook al... Oh, is mooi. Staat Frank Smeding nog ergens op of niet? Nee, niet meer? Oké, goed zo. Goedenavond allemaal. Lekker wedstrijdje tegen Jong FC Utrecht. Moet kunnen. Kijk. Dames en heren, hier is het krachthonk. Er staan ook wat spelers redelijk ontspannen. Even een kleine warming-up bezig. Kijk eens, wat een prachtige fietsapparaten. En Christian van der Kamp, natuurlijk, is weer met zijn lijf bezig. Want ja, die moet in het weekend natuurlijk wel weer goed tevoorschijn komen bij de vrouwen. Meneer De Ruiter, doet u ook mee vanavond? Nee? Rustig herstellen van zaterdag. Gaat het goed met de blessure verder of niet? Ja? Oké, hartstikke goed. Pinacci, doe je mee? Zo? Mocht niet? Mocht niet van de trainer. Oké, goed. Trouwens, Okan. Okan, hoe is het met je blessure? Ja, gaat ietsje beter. Maar nog niet helemaal. Nee? Hoezo nog niet helemaal? Ik heb nog steeds last... Als ik te veel span of te veel inspanning doe, dan heb ik nog wel last, ja. Niet zo erg als toen, een paar weken terug. Het is wel ietsje minder geworden, maar het blijft wel aanwezig. We moeten er rekening mee houden dat je na de winterstop echt weer volledig inzetbaar bent. Ja, klopt. Werk er hard aan ook aan, want we missen je, hè? Ja, nee, ik ga er hard aan werken. Ik ga ervoor zorgen dat ik dan na de winterstop met de voorbereiding meteen... aan de bak kan, ja. Dan, samen met Heiri de hele boel ondersteboven spelen in die topklasse. Daarom, daar gaan we voor. Okay. Ja. Veel succes, hè? De revalidatie. Ja. Dames en heren. Je hebt een goede timing. Je denkt, ik kom hier als iedereen weg is. Ja, precies. Supporters van DVS 33. U ziet hier nu de behandelkamer. Ja. Dit is het heilige. Dit is het heilige der heiligen, Hans. Ja, dat is maar hoe je dat bekijkt. Dit is wel de plek, zeg maar, waar we zorgen dat de jongens een goede prestatie op het veld kunnen leveren. Hè. En ben je daar tevreden mee tot nog toe, dit seizoen? Waar ben ik tevreden mee? Met mezelf? Nee, met jou, zeg maar, met inderdaad met het herstellen en met het verzorgen van de boys. Of ben je relatief druk? Drukker dan verleden jaar in de hoofdklas? Nee, we zijn zeker niet drukker. Ik bedoel, ik vind dat wel goed in balans blijft. Kijk, in de afgelopen jaren hebben we natuurlijk het hele gebeuren rondom verzorging en blessurebehandeling flink uitgebouwd. Ja. Dus daar gaat een boel energie en tijd en middelen ook in. Dat is, vind ik toch, een club als DVS doet dat heel goed. Dit jaar heb je eigenlijk twee trajecten. Peter Sturkenboom en ik doen de verzorging en het herstel. Dus dat betekent, zeg maar, mensen die uit een blessure terugkomen. He, die brengen we naar het herstel. En de tweede taak die wij hebben is natuurlijk in feite de preventie. He, waarbij een aantal jongens verzorgen, voorbereiden op trainingen en wedstrijden. Daarnaast is het traject, zeg maar, voor mensen die echt blessures hebben. Die dan in het traject komen bij Chantal en Michel. Dus dat loopt eigenlijk wat aan langs elkaar. En daar moeten dan de blessures, zeg maar, moeten zodanig hersteld worden dat wij het laatste stapje doen waarin we zeer trainings- en wedstrijd fit krijgen. Ook hier zijn er echt stappen gezet, hè, richting toch heel professioneel denken. Ook op verzorgingsgebied. Ja, dat denk ik zeker. Ik bedoel, kijk, het is eigenlijk al jarenlang heeft DVS die verzorging heel serieus genomen. Maar als je ziet, zeg maar, wat de faciliteiten zijn geworden. Ik zag jullie net, zeg maar, in het krachthonk filmen. Wat dat betreft zijn we natuurlijk enorm vooruit geboerd. En als je zo meteen deze ruimte rondkijkt, dan zie je ook, zeg maar, dat we, ja, er is weinig wat ons ontbreekt. Ja, absoluut. Ja, dat is natuurlijk hartstikke, hartstikke mooi. Hè? Het team is wel heel, heel erg uitgebreid. Hè? Want je hebt natuurlijk ook Chantal met de hele club hier, Michiel. Ja, eigenlijk is de uitbreiding is Michel, zeg maar, op maandag. Eerder hadden we een fysiotherapeut alleen op donderdag. Nu hebben we op maandag ook een fysiotherapeut om de beoordeling te doen, zeg maar, van de opgelopen kwetsuren in het weekend. Dat helpt erg, want dan kan je, zeg maar, je behandelplanning al beginnen. Verder, en dat is ook wel heel aardig om te noemen, heeft ook het tweede team
heeft een eigen verzorger. En ook de A1 jeugd heeft een eigen verzorger. Dus in die zin zijn we een aardig clubje. Ja, als je dat nou vergelijkt met de 20, 30, 40 jaar geleden. Dat is toch gigantisch. Wat een vlucht dat genomen heeft, die verzorging van de spelers. Nou, toen was ik niet eens geboren, Piet. Nee, nee, dat denk ik. Ik bedoel, kijk naar de materiaal. Hier achter heb je de materiaalkast. Daar zie je zeg maar dat wij beschikking hebben over spullen. Ik weet nog de tijd van Geerling Hamstra, zeg maar, die weliswaar bij de wedstrijdbespreking was, maar uiteindelijk niet is ingevallen tegen GVV. Maar die was er nog zeg maar een soort zwachtels. Die moesten ze thuis zelf wassen. En daar hadden ze het mee te doen. Tegenwoordig hebben wij allemaal elastische materialen. Veel beter spul. Ja. Absoluut. Hey, zijn er nou spelers te noemen die onterechte verzorging eisen? Die eigenlijk een beetje zeg maar wat simuleren of zo? Nee, dat is niet aan de orde. Nee? Dat wordt echt heel serieus mee omgegaan ook. Ik kan er ook alleen maar serieus op antwoorden. Want jij zegt zeg maar, zijn er mensen die onterecht verzorgen? Nee, verzorging is altijd nodig. Hè? En die verzorging, zeg maar, ik ben eens een keer geïnterviewd en toen was de titel een kusje erop. Hè? Als dat kusje helpt, is dat ook verzorging. He, wij doen in feite en we zijn daar we zijn er wel makkelijk in. Kijk hier, daar staan de keeperstrainers. Als we de keeperstrainer moeten opknappen, dan knappen we de keeperstrainer ook op. Wij doen in feite alles wat bijdraagt aan die prestatie. Voor ons is het eigenlijk maar één ding, heel eenvoudig zeg maar. Als wij zaterdag een prestatie leveren als team, dan hebben wij daaraan bijgedragen. Dat is wat we doen. En natuurlijk, soms plak je wel eens een keer een tapeje. Dan denk je, dat is een tapeje meer voor tussen de oren. He, alsof voor op het enkeltje. Maar dat is geen punt. Als dat helpt, als dat bijdraagt aan zelfvertrouwen. Als dat helpt, zeg maar, de mensen niet verkrampt gaan lopen. Zich vrij voelen in het veld. Vind ik het helemaal prima. Hartstikke mooi. Heb jij zelf nog wat toe te voegen? Waarvan je zegt, nou, dat vind ik nou heel leuk om dat aan de supporters en toeschouwers van DVS mee te delen. Nou, eigenlijk niet. Ik bedoel, als ik dan toch de supporters mag toespreken, dan ben ik echt hartstikke blij op de manier waarop zij ons ondersteunen. Hoe ze zeiden, ik vind het ook altijd leuk dat, dat wil ik misschien nog wel uitleggen. Soms krijg ik wel eens commentaar vanaf de bank dat ik een beetje langzaam het veld in loop. Maar soms loop ik ook heel hard. En ik wil de supporters wel eens de opdracht geven om te kijken waarom ik dat doe. Ja, ja. Dat heeft natuurlijk met tactiek te maken. Daar zit wel een plan achter. Ja, een plannetje achter. Ja, behalve dat ik zeg maar qua leeftijd, zeg maar, het wordt natuurlijk wat minder snel, zo langzamerhand. Maar daar zit wel een verschil in, Piet. Ja. Ik heb het vaak zat gezien, Hans. Ik snap hem helemaal. En dat weten jij en ik nu en de supporters weten het nu ook. Ja. Oké, bedankt. Hartstikke goed. Zaterdag hebben we gekeken naar een hele enerverende pot. En dat enerverende, dat heb ik gevoeld op de tribune. En ik vraag me dan af hoe dat op zo'n bank is. Want volgens mij is dat toch ook behoorlijk hectisch, Roeland. Nou, het laatste gedeelte met name. Hè. Dus daarvoor... Vooral de eerste helft vond ik dat we nog best wel wat controle hadden. Hoor. Vooral de eerste 20 minuten waren goed. Daarna hadden we het wel even wat moeilijk. Waren hun wat meer aan de bal. Maar goed, lag er nog wel heel veel ruimte steeds om eruit te komen. Dus dat is gunstig, vind ik, voor onze ploeg. Tweede helft komen hun op 2-1. En ja, dat was ook eigenlijk het moment dat Maurice aangaf dat hij wat last had. Dus dat hij eraf moest. Ja, toen hebben we wel even gedacht van... Hoe gaan we dit heel snel even omzetten dat wij hier nog minimale punten kunnen halen? Nou, en eigenlijk op het moment dat we de wissel aan het voorbereiden waren, toen was het al 2-2. Ja, en als het dan ook nog 3-2 wordt daarna, dan wordt het wel even spannend natuurlijk. Enorm compliment voor de jongens dat ze na 2-1 zich toch nog weer konden herpakken. En toch in een vrij hoog tempo nog redelijk wat kansen creëerden. En inderdaad op 3-2 kwamen. Ja, dat spel dat ging op en neer. Hè. Dus er werden eigenlijk van beide kanten werden er wel wat fouten gemaakt. En daardoor wordt het ook wel leuk en aantrekkelijk natuurlijk. Kijk, hun gingen op een gegeven moment iets optimistischer spelen in die laatste fase. Daar brachten ze nog een aantal spelers in. Een lange spits brachten ze nog bij. Dus toen zochten hun eigenlijk vanaf de zijkanten wat meer de spitsen. En eigenlijk iedere keer die ballen die afvielen, die konden wij oppakken. En daardoor werden we wel iedere keer gevaarlijk in de diepte. Ja, en dan gaat het zo, in zo'n gigantisch hoog tempo gaat het op en neer. Ja, als je dan ziet hoeveel kansen je nog krijgt, je kan hem ook nog zo weer winnen daarna, hè, na de 3-3.
Ja, kijk, dat maakt het natuurlijk wel hartstikke leuk voor het publiek. Al had ik natuurlijk wel liever gewonnen. Ja, inderdaad. Ja. Het accent lag deze wedstrijd enorm op die 41-jarige Dennis van Meegdenberg. En ja, hij kreeg per ongeluk een bal op zijn hoofd. En die vloog er nog in ook. Maar die spits die erin kwam voor hem, die vond ik eigenlijk veel lastiger. Ja, ach, ja, kijk, zo gaat dat, hè. Met dit soort spelers, die hebben natuurlijk groot startverdienst. En dan komen ze weer terug en dan staan ze natuurlijk weer direct in de schijnwerpers. Ja, die goal die hij maakte was eigenlijk een beetje ongelukkig, omdat wij hem de eerste keer niet goed weg konden werken. Ja, daarna, kijk, we hebben nog een aantal goede spits op de bank zitten. En zat er nog één op de bank zitten. En ja, dat, hoe heet dat? Dat zijn gewoon kwalitatief goede spelers. Deze die erin kwam ook. En ja, alles en iedereen die kijkt naar Van Meegdenburg. En dat heb ik ook tegen die jongens gezegd. Het mooiste is als we na die tijd alleen maar kunnen kijken van DVS heeft het fantastisch gedaan hier. En die hebben er 3 punten gepakt. En dat je daar dus de nadruk op legt dan. Maar ja, dat is helaas net niet gelukt. Nee, dat is wel heel erg jammer. Want anders dan, ja, dan sta je toch een stukje gunstiger in de competitie. Dat, ja, hoe kijk jij tegen zo'n stand aan? Nou, eigenlijk niet. Laat ik het maar zo zeggen. Ik las vanmiddag ook ergens van deze huidige tegenstander FC Utrecht waar we tegen spelen. Die hadden volgens mij ook een stukje staan van DVS bevindt zich in de onderste regionen. Ja, dan denk ik weer bij mezelf van hoe groot zijn die regionen en wat is dan onze middenmoot? Hè? Want kijk, als je gewoon naar 11, 12 wedstrijden kijkt en je staat gewoon op een punt van gerenommeerde ploeg als IJsselmeervogels. Ja, dan denk ik gewoon dat je het heel goed doet in deze topklasse. En, natuurlijk, wij hebben een aantal wedstrijden punten laten liggen, maar ja, dat doen andere tegenstanders ook. Je kan zien hoe kort het allemaal bij elkaar zit en dat zegt genoeg over deze competitie. Dat het gewoon een hele zware competitie is, waarin het heel moeilijk is om te winnen. Dat zie je ook aan de vele gelijk spelen bij iedereen. Als ik kijk gewoon naar onszelf, we hebben nog maar 4 keer verloren. 11 gespeeld, dacht ik. Hè? Ik heb 11 gespeeld, dus we hebben maar 4 keer verloren. Dat zegt ook wat, dus we zijn ook moeilijk te verslaan. Ook maar 3 keer gewonnen. Dus zei ik net ook, het is moeilijk om te winnen. Dus als je ook een serie neerzet, dan kruip je ook direct heel ver, heel snel naar boven. Maar kijk, op dit moment moeten we niet te veel met de stand doen. Elke wedstrijd maken we een kans. En ja, die moeten we gewoon aangrijpen om mee te blijven doen. En ik vind dat de laatste tijd gewoon weer hartstikke goed gaat. Ja, dat vind ik ook hoor, want ik geniet er zelf ook enorm van. Vanavond tegen Jong FC Utrecht, dan geef je heel veel jonge spelers denk ik de kansen. Ja, ik zat net even toevallig even te kijken. Van afgelopen zaterdag staan er maar 3 jongens zelfs in de basis. Dan betekent dat er in ieder geval een hele grote andere groep gaat spelen. Waaronder een aantal A-junioren. Ook Lars en Isa van het tweede zullen vandaag minuten gaan maken. Die trainen al een tijdje mee op de maandag. Ja, dat zijn mooie gelegenheden en een mooie tegenstander. Dus kun je die jongens hartstikke mooi bekijken. Zaterdag ook 2 hele interessante wedstrijden achter elkaar. De tweede tegen SSC Putten, jullie tegen Go Ahead Kampen. Ook een vrij pittige tegenstander, denk ik. Koploper, eerste klas. Ja, absoluut. Goede ploeg. Ja, in het verleden wel veel tegen gespeeld. Ik denk jullie ook, hè? In die hoofdklasse destijds. En daarna tweede ook tegen Putten. Dus ik denk dat de mensen een mooie... Koop een kaartje op tijd en blijf de hele dag lekker zitten. Ja, precies, mooi affiche. Heel veel succes daarmee. En dan op naar HHC, hè? Ja, ook weer zo'n mooi affiche. Hè? Kom bij mij uit de buurt, hè? Zo is dat. We gaan genieten. Okay. Eerst even over afgelopen zaterdag. Martijn Kuijs staat weer hier naast mij. De trainer van het tweede van DVS. Ik mag wel zeggen, het succesvolle tweede van DVS. Want 4-1 tegen CSV Apeldoorn, die komt aan. Ja, het loopt op het moment erg goed. Ja, goed, we staan bovenaan nu ook sinds zaterdag weer. 2 weken terug stonden we ook bovenaan. En toen verspeelde eigenlijk de koppositie en de periode door een 3-3 gelijkspel. Dat was enorm zonde en balen. Maar goed, we hebben ons goed gepakt. En tegen Sparta en tegen Apeldoorn eigenlijk vrij eenvoudig gewonnen. Dus dat ja, is hartstikke positief. Ja, er waren 2 vooraanstaande ploegen verleden jaar ook. Daar eindigden echt bovenin. Hè? Ja, klopt. Zowel Apeldoorn als Sparta. Sparta is vorig jaar kampioen geworden. Dus dat is gewoon een hele goede ploeg. Maar goed, ook die hebben we vrij eenvoudig weten te winnen. En dat biedt dus misschien wel perspectief voor aanstaande zaterdag. Want om 12 uur, exact, dan krijgen we hier echt een thriller, Martijn, hè?
Ja, nou goed, we kijken daar enorm naar uit. We zijn vol zelfvertrouwen, mede door de goede competitiestart. Ook door de goede resultaten in de beker zijn we positief gestemd. Natuurlijk wordt het gewoon een hele moeilijke wedstrijd. En zal Putten normaal gesproken de betere ploeg zijn, wat ook logisch is. Maar ik acht ons zeker wel tot een steuntje in staat, ja. Zeker. Ja, hè? Zeker. Ja. Ik ook. En ja, als je ook ziet wat voor materiaal je hebt, dat is toch om jaloers van te worden. Ja, we krijgen een aantal spelers terug van de A-selectie wekelijks. Afgelopen zaterdag waren dat wat minder. Maar dan toch zie je dat we met ons eigen, of met de B-selectie, eigenlijk nog een heel mooi niveau halen. En nou goed, met Jordi, met Lars van Wetering, bijvoorbeeld Isa, hebben we gewoon echt hele goede en snelle aanvallers. Dus daar kunnen we het iedere ploeg moeilijk mee maken en ook Putten. Ja, en hoe is het met de verdediging gesteld? Waar bestaat dat over het algemeen uit? De laatste weken bestaat het uit het Remco Verijn, Floris Groenewold en Tom van Steden en... Nick Doppenberg niet? Nick is op het moment al een week of 4-5 geblesseerd. Dus die zal er denk ik zaterdag misschien bij zijn als wissel. Want die herstelt van een hamstringblessure. En de laatste weken speelt Stefan de Geiter op zijn plek. Maar goed. Dat is toch een verdediging die zijn sporen wel al redelijk heeft verdiend. Ook in vertegenwoordigende eerste elftal, hè? Ja, zeker. Dus er staat gewoon op het moment een heel solide team. En... ja, we zijn vrij constant en dat gaat eigenlijk heel goed. En op de middenveld natuurlijk, Grunder, Marlo? Ja, Marlo is voor ons een hele erge versterking, echt een hele goede speler. We moeten heel goed in de gaten houden hoe het met zijn fysieke gesteldheid gaat, want dat is altijd het probleem geweest. Maar op het moment gaat het heel erg goed en weten we de juiste combinatie te vinden voor hem qua trainen, belasting en wedstrijden. En als we dat zo kunnen houden, dan is dat heel belangrijk voor onszelf dan. Ik kijk er enorm naar uit. Ik weet dat de SCC TV in ieder geval sowieso opnames maakt. Dus die krijgen we dan ook te zien. Peter Does namens SCC en ik doen radio en tv-verslag. Dus er wordt voldoende aandacht aan besteed. Martijn, nou is de beurt aan jullie, hè? We gaan ons uiterste best doen en we kijken er echt enorm naar uit. Oké, hartstikke mooi. Heel veel succes zaterdag. Komt goed. Oké. Dank je wel.